thee besteld, hè? Ja, goedendag beste kijkers. U kijkt naar het derde Laagjournaal. Mijn naam is Marcel de Reden. En ik ben Jennifer Spaans en het nieuws voor u. In de Julianakerk vond vrijdagavond 26 juni de zesde editie van het Hot Festival plaats. Ja. Bekende Hagenaars maakten schilderijen in het atrium van de Haagse Hogeschool. Deze doeken werden tijdens dit festival te koop aangeboden. Bijna alle doeken zijn verkocht. 5 euro. Dat is niet veel, hè? Nee. Ik wil ook nog één ding zeggen over het geld van de schilderijen. Niet denken dat dat in onze zakken gaat. Nee, dat is niet zo. Dat wordt namelijk besteed aan een zang- of bandcoaching workshop voor een van deze bands die hier vandaag staan. In het wat deze is het genoeg dat de voetjes in de zon en geniet van de bond en het rond op de zon bij. Kijken naar de mond en kijken naar de kom en ik verbaas moet spond met die witte top op mijn pantalon. Rond in front, maar ook aan de zon, maar jij meisjes stond met een dikke man. Lage keuzes, het zingen elke dag. We geven al verschillende Bollywood dans. Bollywood. Zaterdag 4 juli organiseerde bewonersorganisatie Laak Noord het Mozaïek Wijkfeest. Dat is voor Kika, was dat? Wat is het? Voor Kika. Voor kinderen met kanker. Weg 293A is de tropische markt van mevrouw Rambali gevestigd. Al sinds 1992 verkoopt ze tropische producten aan de mensen in de buurt. En dat zakje? Ja. Na 18 jaar heeft mevrouw Rams, want zo staat ze onder Intimi bekend, een enorm goede band opgebouwd met mensen uit de wijk. Ook voor de lekkerste recepten kunt u bij mevrouw Rams terecht. Hier volgt het recept van een broodje kousenband. Een broodje kousenband maken wij namelijk zo. Dan hebben we daarbij kousenband nodig. En garnaaltjes, droge garnaaltjes. Olie, knoflook, uitjes en peper. Een kop en een staartje eraf van de kousenband. En dan in stukjes snijden. Goed wassen. En dan hebben we garnaaltjes. Die moet ook goed gewassen worden met warm water. En knoflook, uitjes en pepers fijn snijden. Dan gaan we de olie in de pan doen. Lekker heet worden. En dan gaan we de gewassen garnaaltjes in de pan 2 minuutjes goed bakken. De ingrediënten erbij doen. En dan op het laatst de kousenband ook erbij doen. En dan 5 minuutjes goed roerbakken. Met een eventueel een beetje zout of een kippenblokje. Broodje opensnijden. Kan ook eventueel een stokbrood of een Surinaams puntje zijn. Dan gaan we lekker beleggen. En zo zeggen, eet smakelijk. Tot ziens. Doei doei. We organiseren een heel groot gratis hip-hop evenement. 12 juli hier in Den Haag, hier in Laak. Bij de Bink 36.
We hebben drie grote organisaties die elk jaar grote hip-hop evenementen organiseren. Die dachten we, laten we de krachten bundelen bij elkaar en het samen doen. Daar is I Love Hip-Hop uitgekomen. Nou, we hebben grote namen artiesten zoals Black Milk, The Liquid Habits, maar ook Nederlandse artiesten. Je ziet staan hier op de flyer, Swat Licht, Jiggy J. Nou, het zijn allemaal bekende namen binnen de scene. We hebben ook een heel groot breakdance event, wat allemaal voorrondes zijn geweest in Polen, Duitsland, België en Nederland. Die gaan allemaal de strijd aan wie de eerste gaat worden, hier op I Love Hip Hop 12 juli. Vanuit het Vadercentrum op het Jongbloedplein keek u naar de derde uitzending van het Laagjournaal. Een hele fijne vakantie en tot de volgende keer. De eerstvolgende uitzending is eind augustus. Dus kijk naar het Laagjournaal.